zijn nu bij deel 3 van de presentatie over Maastricht. Deel 3 zal gewoon, niet zes jaar over de historie, maar meer om de beelden van Maastricht. De nu-stad, wie het nu is, in vergelijking tot wie de stad was. En dat was is dan zo rond 1900, 1920, 1930. Dan krijg je een indruk van wie de stad eigenlijk, wie ze toen uitzag en wie ze nu uitzag. Eigenlijk een beetje recenter tijden. Goed, dan gaan we eens kijken. Het is niet alleen trouwens mijn streef, gewoon ook naar wie kijken, maar ook naar de omgeving, wie de Pietersberg en zo, waar het ook bij Maastricht. Maastricht, de Oudstad, is eigenlijk in te verdelen in verschillende kwartieren. Dat is gedaan als het Maastrichtskwartierke. Dat is als ze immer kwartier te laat komt. Maar dit zijn kwartieren in de zin van buurten, afgepaalde gebieden in de Oudstad. En je hebt het paar kwartier dan ingedeeld. Maastricht is een diverse stad, dus we zullen ook diverse beelden krijgen. We gaan beginnen met de markt. Het huidige centrum van de Oudstad. Zo zag de markt in de 18e eeuw uit. De markt, de naam zei het al, heeft een belangrijke functie gehad als markt. De boeren uit de omgeving, dus Oostveurouwers, gingen in Maastricht op de markt hun waar verkopen. Men ging te voet naar de stad met groenten, met eier, met kippen, met knieën, met varkens. Dat waren de inkomsten van de lui. Daar moest het van hebben. Als ze dan gaat verdiend hadden, kochten ze in de stad dingen in het huishouden of misschien wel kleier. En zo wordt er een wisselwerking tussen de stad en de omgeving. Later, als het spoor is aangelegd, zullen ze vanuit de Eelse, in Eelse zelf is dat een klein station, met de trein gewoon. Maar dat waren weer kosten, want een treinkeertje kost geld. Dus liepen ze naar Geul, waar ook een station was, en stapten ze daar op, dan worden ze weer het goede koper in Maastricht. Deze lui, dat zijn eigenlijk in de ogen van de Maastrichtenaren, worden dat de boeren. En die boeren zet je hier op de markt. Er zijn heel schoon beelden van overgeleverd die we af gaan volgen. Dat wordt de mooswiever. Vandaar de naam, vandaar het beeld. Maar het heeft natuurlijk ook een andere functie. Toch ook zo'n parade zouden. Maastricht wordt een stad vol met militairen. En die hele Nederland op het Friedhof parade, maar ook op de markt. En dat zit hier. Dat is het stadhuis van Maastricht. Dat is prominent op de markt aanwezig. Na de verovering in 1632 door de Hollanders. Vonden ze dat ze de macht van Holland moesten uitdrukken in een geweldig stadhuis. Dat stadhuis is dus ook geboet geworden door Pieter Pos. Die had ook het Mauritshuis in Den Haag geboet. En dat stadhuis is prachtig geworden en staat nu nog op de markt in Maastricht. Het stadhuis kent twee trappen, links en rechts. Links, daar gingen de roodsleden die gekoppeld waren aan de bisschop van Luc de trap op, en rechts gingen de van de Staten, ze noemen ze ook Brabants, de trap op. En samen binnen worden ze dan, hij ze ook weer voor hun wethouders aparte kamers, maar ze vergaderden samen als het bestuur van Maastricht. En dat zien ze in die trappen terug. Van binnen moest ook imponeren, en dat is het schitterend geboe ook van binnen. Voor tot het stadhuis wordt geboet, liep er een stuk van de Jaatse stadswal en loog er ook al gat. En zo zag die situatie eigenlijk Jaats uit. De Jaatse stadswal die liep diagonaal over de markt, waar ook een stadspoort. En er was een lakenhal voor het verkopen van lakens. Wat de wevers in Maastricht maakten, ook lakens. Grote stukken stof, wollen stof. En die worden verkocht in de hal. En dat stond ook een symbool van de stad bovenop, dat waren een toren. Dat zie je nu nog in heel veel Belgische stijl.
Er worden verschillende poorten, onder andere de Leugenpoort en de Gevangenpoort, waren een belangrijk punt in de stad. Buiten de muur lag de houtmarkt, waar het hout verkocht wordt. Buim en Belk. Ja, op de markt, dat zo vooral, daar staat ook het Mooswief. En ze herdenken aan de vrouwen die het, hun waar komen verkopen in Maastricht. Er is ook een toren op het stadhuis en in de toren bevindt zich een carillon met 49 klokken. Verder staat er op de markt het beeld van Minkelers. Minkelers waren een professor eigenlijk, een theoloog, dacht ik. En de, of althans een geestelijke, en de gaf les in Leuven. Want in Leuven staat ook een standbeeld van hem. En dat was gebeurtig van Maastricht. En die heeft het gaas uitgevonden in de zin van dat ze kosten werken, leegmaken met gasverlichting. De markt in Maastricht is nog steeds markt. Dan doet dat ook de logo goed. In het stadhuis hebben ze ook een belangrijk symbool van Maastricht, de star zitten met de engel. Bovenaan de top. Links de Limburgse vlag, rechts de Maastrichtse vlag. Midden de Europese vlag. Prachtig plein, ook goed bestrooid en alles. En zeer leuk voor op het terras te zitten. Achter het stadhuis hebben ze Moza Forum. Moza Forum is eigenlijk een nieuwe naam. Vroeger lagen de straten. Die zijn afgebroken geworden vanwege de aanleg van de Wilhelminabrug. Dus een ganse blok huizen is zo verdwenen. Hier ziet je nog eens de aanduiding van die struitjes. Drie Emmerstraat en Kwade Vliegstraat, die zijn dus weg. Er wordt de Wilhelminabrug aangelegd. En nu verbinding. De stad moest opengegooid worden. Die brug die wordt min of meer in de trant van de Sint-Servaasbrug uitgevoerd, maar is in de oorlog opgeblazen. Hier is dus de opening van de Wilhelminabrug. Rechts ligt de kerk van Wiek. Dit is de nu Wilhelminabrug. En zo zag het uit in de jaren 60, 70 tot in de jaren 80. De opgang van de Wilhelminabrug en links en rechts het worden van de Belastingdienst en van het gemeentehuis. Eigenlijk wordt het ganse historisch beeld van de stad door verstoord. Dat is een tijdsbeeld in heel veel plaatsen. Wou men toen de moderne tijd de stad binnenholen en dat wou men uitdrukken in ultramoderne gebouwen midden in de historische beboeing. Nu denkt men dan gans anders over. De brug, of de toegang tot de brug, gaf ook toegang voor de auto's. Dat is nu ook veel minder. En hier zijn ook de auto's geparkeerd op de markt nog. Uiteindelijk zal ook dat die ketoren afgebroken werden. En daar is het nu het winkelcomplex op en ketorencomplex uitgevoerd gekomen. En dat is het Moza Forum. Ook het Moza Forum is juist gepland natuurlijk. Dit is nu de nieuwe aanblik vanaf de markt. Wat Jeltjewan is, is dat gedeelte van oude boeien verwerkt zijn in het nieuw geboe. Oud vloeit samen met nu. En het is ook kunstig gemaakt. Winkelgalerijen. Dit is aan de kant van de Maas, trappen. En zoals u het op afstand doet. Dus een gans nieuw stuk Maastricht. Er is nog een nieuw stuk Maastricht in ontwikkeling. En dan gaan we nu weer kijken. Dat is de Bosstraat aan de omgeving. Bosstraatkwartier. Dan gaan we richting Sphinx. Maasboulevard. Centraal in de Bosstraat is de Sint-Martinuskerk. Al een heel oude kerk uit de middeleeuwen. Die eigenlijk altijd de volkskerk van Maastricht is geweest. Want de ganse omgeving is altijd een soort werkgebied geweest. Waar ambachtslieden woonden. Dus geen handelsgebied of een ander gebied met status. Dat wordt de werkplaats van Maastricht. En de Sint-Martinus wordt een heel belangrijke kerk in dat gebied. Op het einde van die Bosstraat loog een poort, stadspoort, de Bospoort. Hier heb je nog eens de Sint-Martinuskerk. Sint-Matthias noemen ze dan in Maastricht. En die omgeving, het is niet altijd hetzelfde gebleven. Kijk, hier zit je ook weer een Joan Parijs komt het beeld van Minkelers her. Ook een kunstwerk voor die Matthiaskerk is gezet. Dat is Sint-Antonius van Padua, die daar staat. Dat is ook een kapelken even die kerk.
En in dat kapelkje kan ze een kers steken natuurlijk. Voor Maria. Achterom die kerk, soms is de doorgang open. Op ze langs de kerk prachtige graafsteen liggen. Is het open, gaat ons kijken. In dezelfde bosstrook liggen ook de refugie van Hoog, ofwel de Hoogterpoort. Ik heb al aangegeven gehad bij de behandeling van de geschiedenis. Die kloosters die hebben refugees in de stad. Grote hoezer. Dit is dus de refugie van het klooster Hoogt. En dat ligt boven Smeermaas, bij Neerharen. Dat waren de volkswijken die achter de Sint-Matthiaskerk waren. En dit is dus de Raamstraat. Toen, hier woonde het werkvolk. En dat is de Raamstraat Nieuwe. Schans afgebroken van nu. Dit zijn oude straten in dat kwartier. Het geboe links, dat is een namakend geboe. Dat heeft naam gemaakt in een negatieve zin. Regoe boede dat om arbeiders te huisvestigen. En die moesten er flink voor betalen, terwijl ze op het kleinkamer zaten. Ze zijn allemaal nu boever in de plaats gekomen. En zoals de Bosstraat noemen. Achter de Bosstraat, daar over een stukje op weg, ligt het Sphinxkwartier. Het Sphinxkwartier is gans nu aan het weren. Daar ligt ook het bassin. En het bassin wordt de haven binnen de vesting Maastricht. Dit is het bassin in de jaren 60, denk ik. Is het eigenlijk ook allemaal een beetje achteruit gegaan. Hetzelfde bassin nu is opgeknapt. Achter het bassin liggen de Sphinxgebouwen. De Sphinxfabriek. De familie Regoe heeft een enorm complex neergelegd. Door het verplaatsen van de fabriek is dat vrijgekomen. Hij heeft dat wordt dat 30 jaar jader gebeurd, wordt het gewoon tegen de vlakte gegaan, compleet. Nu is er gedangens aan de gang. Nu gaat men dit soort industriële gebouwen hergebruiken. Nu functies geven. Dit wordt het werk in de fabrieken, waar ook ongezond werk. Met name om de wisseling van temperaturen bij de ovens. Dit is nog altijd de fabriek die ze nog intact waren als fabriek. En dat noemen ze het Eiffelgebouw. Momenteel is het gans omgeturnd tot studentenkamers, tot bioscoop, bovenop op zijn restaurant enzovoorts. Gans van nu, gans van uw functie. Nu het uitgangscentrum. En een heel mooi iets is dat er een gang ongedoorloop, waar ze de ganse geschiedenis van die fabriek met voorbeelden van wat ze maakten weergeven. Dus oud en nu gewoon ook hier prachtig samen. Aan de overkant van de weg lagen werkplaatsen van die fabriek. De Tummerfabriek. Dat is nu de filmzaal Lumière. Ook elementen van de oude functies in de verwerk in de nieuwe uitvoering. En niet te vergeten, loods 5, een van de grootste onderdelen van de fabriek. Is omgeturnd tot een gigantisch meubelparadijs. Hoe vroeger de potten gemaakt worden, kent ze nu bloemput kopen. We gaan nu eens kijken naar het centrum. Dit is de kleine straat, overgang naar de Wollestraat. Hier staat de fotograaf iets weer terug en op zoek de kleine straat aan de achter de ingang van de Wollestraat, maar dan rond 1900. Het is altijd een winkelcentrum geweest, dat ziet er ook op de foto's. Hier ook. Dit is uit de jaren 70, ziet er ook dat ook de winkel zelf allemaal veranderen. Steeds nu zaken, toen nog waren supermarkten. Ik zie dat EDA midden in de stad. Nu is dat allemaal buiten de stad en zijn andere winkels, andere soorten winkels in de stad. En zo is alles altijd constant in beweging eigenlijk. Het dinghoes, je kunt prachtig naar Veurdo. Grote stoot, altijd vol u. Tot voor kort. Grote nuzaken, Bijenkorf. Hier ook de weg naar de brug. Zoals ze horen wie ze nu is. Dit is het Amersplein, achter de winkelstraat, achter de grote straat. Amersplein is ook een uitgangscentrum. Ooit stond er een kapel van Sint Amor. En dat beeld van hem staat nog op de pool, vandaar Amersplein. Dan kregen we nog de Entre Deux.
Eigenlijk stond op de plaats van de onderdeur een gedeelte, het Dominicanenklooster, met erachter worden HBS, de hogere burgerschool. In de jaren 70 dachten ze dat moet anders toch. En die gingen dat afbreken. En er kwam een prachtig nieuw complex voor in de plaats. Wat eigenlijk helemaal niet prachtig was, maar eigenlijk totaal ongepast was in die omgeving. Maastricht was eigenlijk halfweg zichzelf te vernietigen. Dit is ook ingezien tot dit gedangens moest worden. En ook een radicale aanpak. Dit is afgebroken en is een gans nieuw winkelcentrum in de plaats gekomen. En dat heet ook Entredeux. Entredeux is eigenlijk de naam, twee ingangen. En twee, allebei de kant van de straat, van twee verschillende straten, kosten dat complex binnengaan. En de oorspronkelijke bedoeling was dat een ware hoes gevestigd zou worden, maar dat is er nooit gekomen. En dat is een nieuwe Entredeux. Ook in die buurt functie de Muntstraat, ook een heel oude winkelstraat. Die is vrij authentiek gebleven. Verder hebben ze dan nog een paar tussenstraten, waar we geen beelden van hebben. Dan komt er vanuit de grote straat ze tegen het Friedhof aan. En het Friedhof is ook altijd een heel belangrijk plein geweest voor Maastricht. Zeggen we altijd het mooiste plein van Nederland is. In de eerste instantie, zoals we gezogen in het stuk over de geschiedenis, wordt hier een Romeinse begraafplaats langs de Romeinse weg. Later wordt het een Merovingische begraafplaats. Dan zit van rond het jaar 700. Het wordt nog tuin, het wordt van een klooster, het wordt nog paradeplaats en het wordt uiteindelijk de hoeskamer van Maastricht. Hier zit er als tuin, paradeplaats. En hier is er al een beetje de hoeskamer van Maastricht. Als de Maastrichtenaren naar de Sint-Servaas de kerk gingen en de Sint-Servaas was oud, dan worden ze natuurlijk op hun best gekleed en dan lepen ze dan te flaneren over het Friedhof. Dat wordt een zondagsuitje. Dan komen ze elkaar tegen en dan misschien dronken ze nog gaat. Dat wordt reuze gezellig. Maastricht, ook hier kwam een grote verandering voor het plein. Er moest een parkeergarage komen. Die moest uitgegraven worden. En toen hebben ze enorm veel archeologische vondsten gedaan vanuit het verre, verre verleden van dat plein. Het is gigantisch zwaar geweest trouwens. Dat is in de jaren 60 geweest, voor die tijd. En dit is dus uiteindelijk het resultaat. Prachtig, nog altijd een prachtig plein, Sint-Servaas. Met de Sint-Servaas op de achtergrond. En kijk je aan de westkant van de Sint-Servaas, met de beroemde steuningsbogen over de weg heen. Links is dat klooster van de zusters onder de bogen. Dat strekt zich gans achteruit de kommel op. De thuis van de Sint-Servaas. Dit is het voormalig huis van de proost van de Servaas, het hoofd van het klooster. En je ziet wie riek dat uitgevoerd is. En ik heb het al verteld, het Sint-Servaas klooster kende enorme inkomsten. En dat kwam dan toe aan die kanunniken die de mes moesten bedienen in de Sint-Servaas. Alleen, ze zochten dan zelf weer een die hun verving voor die messen te doen. En zodoende hadden ze eigenlijk een luxe leven. In die buurt vond ze ook het beeld van Hendrik van Valdeke. Dat is de schrijver van de Sint-Servaas-legende rond 1170. En dat zijn de oudste Nederlandse, tevens Duitse literatuurstukken. Daarover heeft ook dat beeld al staan. Hier heb je er twee die altijd in één naam genoemd werden. Twee opvolgende bischoppen. Eén is heilig verklaard, een andere niet. En dat is Monulfus en Gondulfus. Ook die hebben een beeldje bij de Sint-Servaas. Keizer Karelplein ligt bij de ingang van de Sint-Servaas. De ingang van Sint-Servaas ligt aan de noordzijde. En dat zit hier op de kaart bij Keizer Karelplein. Dat is dus het verlengde van de weg die langs het Friedhof, vanaf de Grote Straat langs het Friedhof en dan omhoog naar de Brusselse Straat. Daar is de ingang van de Sint-Servaas. Het is nog vrij hetzelfde als wie er op die oude afbeeldingen is. Met uiteraard een beeld van Sint-Servaas. Maastricht kent verschillende Sint-Servaas beelden. We zorgen al een beeld op de Maasbrugstoon van Sint-Servaas. En hier zien we nog een beeld.
En we hebben het beeld gezien richting stage. We zijn er nog. Later werd hij het postkantoor geboet, maar van tevoren stond een soort hoes waar ze belangrijke gasten ontvangen. Waar de stad belangrijke gasten tegen ontvangen. Nou, Friedhof is een belangrijk uitgangscentrum met grote terrassen. Aan de andere kant van het Friedhof, aan de zuidkant, door, tussen de oude bebouwing door, lopen wijsken. En daar is een doorgang naar een gans nieuw complex wat midden in dat gebied geboet is. Dus Maastricht is heel erg sterk in om binnen de oude stad en toch nu te boeien, maar dat dat toch weer samengeeft. Dat ligt ook aan de zuidzijde. Dat is het gouvernementshoes geweest van de Spanjaarden. En dat heeft natuurlijk ook zijn voorgeschiedenis, dat die ook toch, die heeft een gasthuis gelegen, waar ze pelgrims konden overnachten als ze naar Sint-Servaas komen. Dit is het beroemde theater op het Friedhof. Eigenlijk is dat de woning van de commandant van de stad. Dat is de achtergrond van dit gebouw. Ook weer terugkijkend naar de zuidzijde functie het carnavalsmonument met de zaadharmonie. En ook weer een beeld van wie belangrijk carnaval in Maastricht is. Op het Friedhof ligt verder ook de oude vogelstruis, die daarna met de oudste koffie te zien. En uiteraard, het Friedhof is ook, dat hebben we ook al gezien bij de behengeling van de Maastrichteneren, een belangrijke feestplaats. En zeker optredens van André Jeu. Achter het Friedhof, dus als ze aan de noordzijde rechtdoor omhoog loopt, komt ze de Brusselse straat uit. En die leeft dan uit op de Brusselse poort. En uiteindelijk kon ze door de stad verlaten. Hier lagen ook grote klosters. Schwallen van de Ursuline en andere. Ja, grote schwalcomplexen. Dan hebben we nog provinciehuis in de Bouillonstraat. Ook dat ging terug op een ander huis wat er stond. Wat ook te maken had, dat wordt een gouverneurswoning van Maastricht. Je ziet daar ook nog het wachthuisje rechts getekend op de tekening als bewaking. In dat wachthuisje worden altijd ruiters met paard aanwezig. En dat bestaat nog. Ook in die buurt, in de Kapoenstraat, ligt de Poort van Gavre. Weer zo'n poort, zo'n refugiehuis, maar dan voor adel. Dat noemen ze dan een poort. En dat wordt dan een toevluchtsoord voor de Christiaaljaar van Eelse in de stad Maastricht. Langzaam lopen we richting Jekerkwartier, misschien wel het meest historische stuk van Maastricht. En het Jekerkwartier, dankzij ontstaan aan een delta van de Jeker, die al in de Romeinse tijd bestond, wordt de Jeker een netwerk van stroompjes gebied hij. Wordt een drassig gebied. En langs die stroompjes gaan ze watermolens boeien. Uiteindelijk wordt dat een industriegebied van de Jaatse orde. En dan moet je denken aan watermolens die niet alleen meel, maar ook andere dingen gebruiken wij voor het vollen van lakens, voor het zegen van hout, voor van alles kan ze meulens gebruiken. Platten van oliehoudende zaden, voor olie te krijgen. Dus een meulen is niet per definitie een graanmeulen. En op dat Jeker zijn 22, maar liefst 22 meulens geboet geworden. De Tongerse straat ligt daar ook. En deze Tongerse straat, daar zie je hier op de volgende afbeelding, in zijn middeleeuwse situatie en ongeveer dezelfde plek in de huidige situatie. Dus de splitsing, rechts gaat de Kakenberg, links gaat de Tongerse straat. Op die splitsing staat ook weer een beeld van Sint-Servaas. En dat is hetzelfde beeld als op de Maasbrug staat. En dan hebben ze hier nog het, ook de Tongerse straat, maar dan van de andere kant bekeken. En op het einde van de Tongerse straat, hij is de Tongerse poort, daar is alleen nog het wachthuisje van over. Zo'n poort wordt natuurlijk, wie die vesting opgeven wordt, een belemmering voor het verkeer. Vandaar dat ze die ook, het wordt een lange tunnel, met dikker nog een flinke knik in, om geen vijanden niet recht door te kunnen laten komen. En dat wordt een belemmering en die zijn afgebroken allemaal. Alleen de helpoort is over. De jekertakken zijn niet meer allemaal aanwezig. En een belangrijke, dat leeft vroeger door de Looiersgracht, en de grote Looiersgracht en de kleine Looiersgracht. En de naam zei het al, daar woonden de leerlooiers. Die hadden dat water maar die voor leer te looien. En daar is er ook weer meulens liggen die de sjors van eiken maalden voor die leerlooiers. En zo is er een gans complex van industrieën. Dit is nu ook gedaan en we kijken hier op de grote looiersgracht
naar het Natuurhistorisch Museum. Op het einde van dat brugje staat ongeveer het standbeeld nu van Olter Disse. En op de hier staat ook weer, dat is ook het punt waar het standbeeld staat van Olter Disse op de Grote Glooiersgracht. Ook hier de Hekshoek, oud en nieuw. Nog een heel grote meulen, schans gerestaureerd, dat is eigenlijk een woongebied is het nu, wooneenheid. Dat is het beeld van Fons Olter Disse. De grote behoeder van het dialect van Maastricht. Terrassen hebben ze het op dat pleintje. En ook in die buurt functioneerde weer resten van de Jetse stadsmoer. Tot in de jaren 80 stonden hier huisjes tegenaan. Waar eigenlijk armo. De Ezelsmarkt wordt in de Jetse stad jammer geen pleintje. Dat is pas later geworden. En ook in die omgeving zijn nog altijd restanten van de oude stadsmoer. Maar die werden nu momenteel gerestaureerd. Hier heb je nog eens het verhaal van de watermeulens samengevat. Hoeveel meulens en wat voor soorten meulens er in Maastricht waren. De Bishopsmeulen is nog altijd in bedrijf. Er wordt gemalen en van het meel wordt ter plaatse nog heerlijke vlaaien en brood gebakken. Ook is die meulen van binnen te bezichtigen. De Bishopsmeulen heet zo omdat ze eigendom waren van de Bishop van Luik. De Helpoort. Wordt ook wel de Jekerpoort genoemd. Hij heeft verschillende namen. En die is aan de sloop ontsnapt en behouden gebleven. De moeren eromheen geven een indruk van de stadsmoer, maar zijn eigenlijk nabouw. Is niet origineel. Dit is de Sint-Pieterspoort, de poort naar Luik. In de Pieterstraat. Ik heb wel eens erop gewezen op het Kenaar. Het Kanaal van Luik naar Maastricht. De Kenaar wordt het genoemd. Nog altijd mee onduidelijk van waar de naam vandaan komt. Is in de jaren 40 van de 19e eeuw aangelegd. Hier ziet je dat het gans parallel aan de Maas liep. Voor dat aan te leggen is een ganse straat Hoezer afgebroken. Dus voordat dat aangelegd wordt, loog er een Hoezer met Vriesig richting Maas. De Hoezer wat er nu liggen langs de Kesselstraat, keken toen tegen Angerhoezer aan. Dit zijn niet geen panden die direct aan de Maas lagen. Hier ook bij de Augustinuskerk zit je de bewaard liggen. In onze lieve vrouwen wel. Het is vreemd om te zien als ze de situatie nu kent staan. Tot er ooit een kanaal heeft gelopen. En dan wordt het uiteindelijk gedempt. In de jaren 60 al. En later in de jaren 90 wordt er de Maasboulevard aangelegd. En over de Maasboulevard heen terrassen enzovoorts. Hier zit je de weg onder duiken, onder de terrassen door. Eigenlijk volgt de weg hier het Oud Kanaal. Onze lieve Vrouwenplein ligt nog daar. Ook een uitgangscentrum, terrassencentrum. Met onze lieve Vrouwenkerk. Vroeger vergezeld door de Sint-Nicolaaskerk. Met de vier turkens die ik van verteld heb, terugkomen in de kerk van Eelse. Daar ligt ook nog een jelle paardhoes. Het is een bank geweest, ooit. En dat hoes zit vol met derenmotieven. En dat is eigenlijk een voorbeeld van de Art Deco geboe. Het enige Art Deco geboe in Maastricht. Art Deco is een kunstperiode tussen 1920 en 1930. En natuurlijk onze lieve vrouw zelf. Neven onze lieve vrouwenkerk ligt de kapel van Maria. Men zou denken dat dit bewaard tot de oudste kapellen van Maastricht, toch is dat niet zo. Dat beeld heeft namelijk heel lang gestangen in een klooster in de buurt. En pas later, in de 16e eeuw, is dat overgebracht naar een nieuw kapel bij onze lieve vrouwenkerk. Ja. Achter de kerk komt er weer een wachtjusje tegen, dat wordt het wachtjusje van de onze lieve vrouwenpoort. De poort die naar de kade aan de Maas ging, waar de vrachten de stad binnenkomen. Het huisje is toch over de poort niet meer. Verlopen door en komen dan uit in het stadspark. Het stadspark is ook op de oude vestingswerken aangelegd. Die zijn daar ook eigenlijk afgebroken. Is het park op aangelegd met de oude tweede stadsmoer. Hebben ze een stuk van in stand gehouden als aandenken aan de vesting Maastricht. En dat is wat nu daar nog prachtig over is in het park. De poort waar de jeker de stad ingeeft, zit je rechtsonder.
Ja, ook. De oude stadsmoer allemaal. Achter zit het pasthuis, dat is een meule geweest, oude meule geweest, papierfabriek geweest. Met pasthuis heeft het in zwaar te maken tot op die plaats ooit huisjes buiten de stad hebben gestaan, waar pasleiders verzorgd worden. Die moesten zus wie nu in quarantaine. Dat, die meule die heeft daar eigenlijk een bijnaam aan te danken. De poort waarachtig is geen echte stadspoort. Die is toch gemaakt om de bewoners van de nu villawijk Sint-Pieter toegang te geven tot de Oudstad. En dit huis is ook een meule geweest, dat ligt daar ook als het poort waarachtig doorloopt. En dat is het huis waar André Jeu is opgegroeid. Hij is blijkbaar niet geboren. Het stadspark met het Pater Vinktorentje en het Falieklooster. Dan komen we al richting Stokstraat. We beginnen met het beeld van de Maastrichter Gijs. En dus u ziet de toeristen, de kopers door de Stokstraat lopen. Prachtig gerestaureerd gebied. Wat ooit een volkswijk was. Ja, dat was eigenlijk, ja, zeker maar de horenbuurt. En die werd in de jaren 60 gans gerestaureerd. Alles wat je daar ziet is niet echt gans authentiek. Er zijn ook elementen van huizen die elders in de stad zijn afgebroken, hergebruikt in de gevels van de Stokstraat. Dit is bijvoorbeeld waar nu het pand van V&D, of ja, V&D is niet meer, maar wie V&D geboet is, is ook een gevel bewaard gebleven van een winkel. En dat hebben ze opgeslagen, maar dat hebben ze weer gebruikt in de Stokstraat. Ja, dat is een beetje de achtergrond van de Stokstraat. In de jaren 60 is de Stokstraat toen gans gerenoveerd. Dat is een verdediging een heel groot project geweest. Er komen rieke winkels, in de zin van kwalitatieve zaken, duurwinkels, maar ook cabaretier Toon Hermans heeft in de Stokstraat gewoond in die tijd. Het is binnen niet voor te stellen als je bedenkt wie het vroeger was, dan tot het wie het nu is. Hè. In de Stokstraat ligt trouwens ook een heel goed café, het beste café van Nederland in 2016. En dat is de Karkol. Karkol is een café waar Elsen en Geer hergaan, want een karkol is een slak. Het symbool van Elsen. En is ook een beeld, eigenlijk een beetje herinnering aan het verleden van de Stokstraat. En dat is Pieke met zijn hondje, Moke. En dat zit op een muurtje. Vooral bij Maastricht en deze aan de westkant van de Maas bekeken, wat weer eigenlijk het echte Maastricht zijn. Maar aan de andere kant van Maastricht ligt nog een stadsdeel, wat ook zeer interessant is. En dat is Wijk. Wijk. De Wijk, daar ligt ook de stage. Wijk had ook een Martinuskerk en Wijk had ook winkelstraten. Wijk was natuurlijk ook een vesting, een onderdeel van de vesting. En was net zo goed als Maastricht ook, met zwaar vestingswerken omgeven. Bij de Martinuskerk, die je een voorganger kent, stond een van de laatste dingen die aanzet zijn geweest voor monumentenzorg in Nederland. Wat is namelijk het geval? Daar stond de Polsvertoren. En de Victor de Steurs, en die verzat zich tegen dat hij afgebroken wordt, vanwege de historische waarde. Maar de kerk die wou dat afgebroken hebben, want ze hadden die Martinuskerk, hij is ze gans vernuut en de toren verstwaarde het beeld op de kerk. En toen is men gewoon beginnen na te denken over het behoud van historische elementen in de stad. En daar heeft Maastricht eigenlijk heel veel aan te danken voor het behoud, omdat men al heel vroeg begonnen is. Anders waren misschien nog grote delen van de Oudstad gewoon afgebroken en vervangen. In die Martinuskerk hebben ze trouwens nog ook een beeld van aanbidding. Dat is de Zwarte Christus van Wijk. En ook in Wijk verdwenen de vestingswerken. En er komt plaats voor die veranderdingen. Onder andere het spoor. Dat zie je daar ook langslopen. En dat is natuurlijk heel erg bepalend geweest voor Wijk. Wijk is eigenlijk nu het meest trendy stadsdeel van Maastricht. Hier nog eens een zicht van de Maas op Mazeik. En dan gaan we even kijken naar een van de belangrijkste elementen van Wijk, dat is de stage. De stage is een apart verhaal.
De spoorwegen in Limburg is sowieso een apart verhaal. De Jaatse spoorlijnen worden vanuit Maastricht naar Oke, naar Luik en naar Hasselt. Maar die spoorlijnen die sloten niet direct op een aan, die liepen gewoon allemaal dwars in week. De vesting was nog intact. Dat betekende dat het schootsveld vrij moest zijn in geval van oorlog. Toen kostte buiten de vesting geen stage boeien. Van steen. Dus er worden drie stages geboet. Voor ieder lijn één. Dus ze moesten op een andere stage opstappen als ze naar Hasselt ging. En dan een andere stage voor Luik en een andere stage voor Oke. Die worden van hout, die kosten afgebroken werden. En die lagen gat ten noorden van de huidige stage. Op Meersens grondgebied overigens. Meersen is veel, qua grondgebied veel groter geweest. En hij ook een gedeelte van Meersen raakte de spoorlijn door waar nu de stage is. De Lubbock, niet voor niks, erachter de Meersenweg. Die stage is een prachtig gebouw, van rond 1915 wordt nu op dat moment weer gerestaureerd. En van binnen is een van de schoon dingen, want binnen zijn dat ze gebrandschilderde ramen van alle stations waar de stage met verbonden is in Limburg hebben aangebracht. En onder andere is dat Eelse. Dan moet ik erbij vermelden, tot in 1864 de spoorlijn naar Venlo de bij is gekomen. Niet naar Eindhoven, ging men naar het noorden, moest men over Venlo, Sartogebos, in ieder geval een hele omweg moest gemaakt worden. Eelse staat dus ook daar gewoon te pronken. Ook dat plein is in later jaren, in de jaren 90, nog met gebouwen, de kolonel, uitgebreid en aangepast. De weg naar de stad toe is de Stationstraat. De stageweg wordt aangelegd als verbinding tussen de stage en de brug. Er wordt een stuk weg bij de brug, maar dat wordt te smal, dat is verbreed. En richting stage, boete de vestingswerken, hebben ze het nog breder gemaakt, het stuk. Het moest echt een visitekaartje zijn van de stad. Je moet zien in die tijd waar de stage, zoals we nu een vliegveld, het punt van vertrek en aankomst. En de Jaatse zicht op de stad was natuurlijk belangrijk. Tussen de stage en de brug worden een nieuwe doorbraak aangelegd. Een doorbraak door de vestingswerken. En ook de oude straat, wat er al was, moest verbreed worden. En dat noemden ze de Percé. Percé is Frans voor doorbraak. Ook in die omgeving had een klooster gelegen. Zo wie een van de vuile kloosters in Maastricht, lag in Wiek ook een klooster. Gaat we hierop, aan de Hoge Brugstraat in Wiek, ligt ook een refugie, de refugie van Beursdaal. Beursdaal is een kasteel in de Voerstreek. Dit is ook weer de Hoge Brugstraat in de middeleeuwse uitvoering en de huidige uitvoering. Een heel bekende poort, of een heel belangrijke poort van Maastricht, waar de Wijker of de Akerpoort. Men ging dus over de Oude Brug naar rechts, de rechtsstraat in. En dan, op het einde, buigde de straat weer af naar links. Dat is de Hoge Brugstraat. En dan komt ze door de Duitse Wijker of Akerpoort. En dan ging ze naar Oke Kullen. Zijn bochten in de weg zijn voor ons niet logisch, maar dat moest ook militair oogpunt zijn. Als een vijand de stad binnenveel en dan komen rechte weg tegen, dan worden ze in het centrum. In bochten kost ze eventueel nog zich verdedigen. Ik noemde het al, dan komen ze op de rechtsstraat. De rechtsstraat is ook een gerestaureerde straat met prachtige panden. Heel interessant voor de bouwstijlen, voor de Maaslandse stijl, die daar te zien is. En is een prachtige winkelstraat geworden. Midden in de straat ligt een prachtig poorthuis met een grote binnenplaats. En de poorten, de vuurkant, daar kosten met de koets naar binnen rijden. Dat waren eigenlijk de huizen van de echte rijke lui in een stad. Dan die had je natuurlijk koets met paard en dat kostte ze binnenzetten. Zo'n perceel was ook heel duur, want dat besloeg meerdere bouwplaatsen van gewoon huizen. Dat wordt ook status natuurlijk. De rechtsstraat loopt trouwens door tot aan de kerk, Martinuskerk. We worden doorbroken door de Stationstraat.
Wij je ook, zoals gezag, vestingswerken. En daar ook zijn nog restanten van in het nutgedeelte van het ceramiekterrein. Het waterpoortje in Wiek. Wordt een klein insteek, haventje eigenlijk, soms zou beschouwen, vanuit de Maas, het stadsdeel Wiek. De Maaspunttoren staat er nog. En de Maaspunttoren is ook gedeeltelijk herbouwd. Dat is nu nog. Achter de Maaspunttoren, daar begon eigenlijk het ceramiekterrein. Links zit je nog een loods van de fabrieken. Geel past natuurlijk ook de boogbrug, de voetgangersbrug. En verzachten het al, zitten tegen het ceramiekterrein aan. Eigenlijk het nutste Maastricht. Daar ligt ook plein 92. Genoemd naar het verdrag van Maastricht, het jaar dat het verdrag van Maastricht is gesloten. De eenwording van de Europese gemeenschap. Op die plaats lag een fabriekscomplex. Société Céramique. Dat is vooral gezien bij de geschiedenis. En dat wordt toch wel een vrij omvangrijk complex. Dat is dus afgebroken in de jaren 90. En is een nu stadsdeel opgeboet. Met het nu Bonnefante Museum. En met Jel Schwan woonappartementen langs de Maas. Centraal op plein 92 ligt de Stadsbibliotheek Centre Céramique. Ik heb al aangegeven dat er ook de maquette van Maastricht zich bevindt. En zeker de moeite waard is om eens van binnen te gaan bekijken. Het is ook een constante tentoonstelling van keramische producten van de Société Céramique. De brug verbindt het stadspark met het plein 92. De maquette, zoals ik aangehoef, die bevindt zich in het centrum Céramique. Er is ook nog industrieel erfgoed behouden. Ze hebben niet alles afgebroken. Een paar loodsen hebben ze gerestaureerd. Dan hebben ze de oude bordenhal, er is nu een theater. En de Wiebinga-hal. Daar is de functie mij eigenlijk niet van bekend. Ook de moeren die het complex omgeven zijn nog opgenomen in de bebouwing. De directeurswoning. En voor de rest grote wooncomplexen. Prachtig zichten vanaf de bruggen. Bonnefante Museum. En iets wie erop komt zijn Randwijk. Eigenlijk ook een nut. Een streek. Dat is het Starreplein. De Starre over Europa. Zijn door als beeld uitgevoerd. Daar ligt ook het gouvernement aan de Maas. Op een eiland. En daar zit de gouverneur. Theo Bovens. Achter alles om. Is ook nog het wonderbaarlijkste gerealiseerd, de Groene Loper. Ooit worden de oostelijke stadswijken afgesloten van de rest van Maastricht door de autoweg. Dat liep dwars door de stad. Gigantisch werk is uitgevoerd om de autoweg ongegronds te brengen. En we zien hoe dat de autoweg totaal uit het beeld verdwenen is en door een prachtig stuk Maastricht ontstangen is. Met een zeer leefbare omgeving van wagge kwaliteit, wat vroeger eigenlijk het tegengestelde wordt. Maastricht heeft ook heel veel te danken aan de universiteit. Het is een universiteitsstad. Ik geloof dat er ongeveer 5000 studenten in de stad wonen. Dat is toch relatief heel veel. En die studenten die hebben ook hun eigen activiteiten. En dat vermengt zich wel en dat vermengt zich niet met de activiteiten van de LU van Maastricht zelf. Randwijk met het Academisch Ziekenhuis, het MEC, groot congrescentrum. MEC is de betekenis gehad bij het ondertekenen van het verdrag van Maastricht. Dat is toegetekend. En als we dan vanuit Randwijk naar de overkant van de Maas kijken, dan ligt dat de Sint-Pietersberg. De Pietersberg is een kalkstenen berg, Mergel. En de hei heeft altijd een heel wag natuurhistorische waarde gehad. Helaas is nu eigenlijk een groot gedeelte vanwege de mergelwinning afgegraven van de oorspronkelijke berg. Daar lag een boeteverblijf van het Observantenklooster, wat in Maastricht verbasterd is tot Slavante. Er zijn nog onderdelen van aanwezig, hoe onder andere een restaurant. In de berg zelfs, de Sint-Pietersberg, hebben ze grotten. Allemaal al vanaf de Romeinse tijd
uitgegraven of uitgezeegd voor bouwblokken. En Merkel voor het bemesten van het landje. Gigantisch complex, nog steeds, ondanks dat veel verloren is gegaan door het afgraven vanwege de Merkel. Dat ligt ook Fort Sint-Pieter. En zo zag de Merkelwinning uit in de jaren 20 en 30. En zo ligt het complex er nu nog bij. Het complex is ondanks besloten dat het afgeboet wordt en gesloten wordt. In de Sint-Pietersberg hebben ze ook belangrijke fossielen gevonden, onder andere beer, de mager, aangedis. Dat is dus een jagende roofvis geweest van enorme omvang in een zee die ooit woor, hoe nu de Sint-Pietersberg is. Kan je binnen niet indenken. Niet alleen grotten zijn in Maastricht, maar ook schoolplaatsen gemaakt voor de Tweede Wereldoorlog. Onder andere de nachtwacht is daar bewaard geweest. Andere schoolplaatsen die zaten in de oude vestingswerken onder de Maastricht zelf. Men is al een verhoeden lopen op het verdwijnen van de cementindustrie en de gedeeltes van de groeven die niet meer gebruikt zijn, zijn omgeturnd tot een waanzinnig mooi landschap. Met een hele hoge aparte natuurwaarde die nergens anders voortkomt door de omstandigheden van de temperatuur in de groeven als gevolg van de ligging, maar ook door het terugkaatsen van de witte mergel, de mergel zelf, de steile wanden, waterputten. Het is een zich aan het ontwikkelen tot een magnifiek natuurgebied. En het gaat er zo uit zijn en zo ziet er al deels uit. Zeldzame vogels die ook toenemen voorkomen, komen nu weer voor. Beroemd is de oehoe. Achter Sint-Pietersberg ligt kasteel Neerkan. Eigenlijk een beetje toeval dat dat nog tot Maastricht bewaart, want omdat de gouverneur van Maastricht, de militaire gouverneur van Maastricht, daar woonde, ten tijde van het vaststellen van de grenzen, wou hij natuurlijk hebben tot dat kasteel van hem op Nederlands gebied viel. Want eigenlijk werd het bij het dorp Kanne, op Belgisch gebied. Prachtige omgeving, voor te wengelen daar. Misschien wel een van de schoonste van Limburg. En ook daar, achter het kasteel, hebben ze de beroemde Jezuïetengrotten. Die Jezuïeten die trokken met de leerlingen in de zomer naar die grotten en die gingen ze kunstwerken maken. En die maakten van allerlei de thema's, zeiden ze, voornamelijk uit de ganse wereld. En die zussen dan ook Egyptische leeuwachtige figuren en Oosterse tempels en zo is van alles nog goed. Dan gaan we even terug naar de andere kant van Maastricht, een ganse andere kant, gewoon naar de noordkant, en daar ligt ook Maastricht Airport, wat ze ook eens rekenen tot de faciliteiten van de stad Maastricht. En dan zijn we aan het eind gekomen van deze lezing, presentatie. Ik hoop dat je het interessant hebt gevonden en dat je de nu Maastricht nog met andere ogen ziet dan dat je al zag. Ik dank je voor de belangstelling.